Koning Boudewijn, of koning Boudewijn dan van België. Hij is al heel wat jaartjes geleden overleden, maar hij staat nog altijd erg bekend als een geliefde vorst. Nou, als het aan de schrijver van zijn nieuwste biografie over Boudewijn ligt, komt daar binnenkort toch wel verandering in. Over de doden niets dan goeds, maar een overleden royal komt er zelden zonder kleerscheuren vanaf. Zo ook de in 1993 overleden Belgische koning Boudewijn. Want het lijkt wel zo'n lievertje. De Belgische bevolking denkt dat Boudewijn een warme, sympathieke man is. In de werkelijkheid is dat een koude, rancuneuze man. Ik verwacht niet dat het paleis zal stijgen. Misschien Fabiola, dat ze een klein beetje boos zal zijn, omdat het mythische imago van haar man een beetje besmeurd wordt. De koning der Belgen oogt dan misschien als een silke, maar achter de schermen zwaait Boudewijn wel degelijk de scepter. Boudewijn heeft tot 6-7 keren een politicus tegengehouden, een veto gesteld tegen een bepaald politicus. Iets wat in Nederland onvoorstelbaar is, maar dat is in België effectief gebeurd. De Zuiderbuur houdt er tijdens zijn leven een bondgezelschap foute vriendjes op na. Boudewijn was bijvoorbeeld ook heel nauw bevriend met de dictator Franco in Spanje. Hij was goed bevriend ook met de Japanse keizer Hirohito. Dus ik wil maar zeggen, blijkbaar is het een beeld dat de mensen niet willen zien. Boudewijn heeft ook privé eigenaardige fratsen. Zo blijft het gerucht wel heel hardnekkig dat hij goesting krijgt van zijn plezante stiefmoeder Lilian. Ik heb dus een feit ontdekt waaruit blijkt dat die relatie wel degelijk heeft plaatsgevonden. Dat er zelfs meer is, een kleine primeur, dat er een huwelijk zou plaatsvinden tussen Lilian Baals en Boudewijn. En dat men alle macht van de wereld heeft moeten gebruiken om dat huwelijk tegen te houden. Ja.